Hoi, ik ben Tim Coronel, professioneel autocoureur en ook Dakar-rijder. Ik ben zelf best wel actief op het gebied van social media, Twitter en Facebook, omdat er veel mensen zijn die de leuke dingen in het leven graag volgen. Het is ontstaan door Dakar en met Dakar rijd ik ook een elektrische buggy. Het is helaas nog niet gelukt, maar we willen de eerste man in de wereld zijn die dat voor elkaar krijgt. En... Hey, Mark. Van de Nissan Leaf verwacht ik natuurlijk dat je heel veel kracht hebt, want dat heb je bij elektrisch rijden. En dat hij innovatief is. En vandaag gaan we natuurlijk de Nissan Leaf lekker op zijn coronels aan de tand voelen, want we zijn op het circuit. Gewoon achteruit, een klein stukje naar links en een grote slinger naar rechts. Inzet hem in zijn vooruit. 180 graden die is goedgekeurd in deze auto. We gaan nu nog even de remproef doen. Dat is gewoon vooruit. Handen aan het stuur, hè, dat je dat wel goed onthoudt. Maar je kan altijd kijken of er balans in de auto zit. Hè. En dan, als je handen loslaat en hij remt nog rechtuit, dan doet hij het goed. En de remproef is ook goedgekeurd. Kijk, kijk, kijk. Ongelooflijk, je hoort alleen maar de wind zuizen. Banden een beetje piepen. 120 aanremmen en er mooi in. Dat is natuurlijk wel het voordeel met die batterijen. Is dat het allemaal laag zit en natuurlijk onder de auto. Dus je hebt een hele gelijke balans. Nou, even kijken hoeveel hard we nu gaan. Beetje maar. Kom. 140. 145, 150, 155 en 160 en aanremmen. Hop. En de bocht in. Mooi naar die binnenkant, tegen die binnenkant aan en weer mooi naar buiten. Uit laten lopen. Nou jongens, ik moet wel zeggen, zo is het elektrische rijden ineens wel... Een stuk leuker volgens mij. Elektrisch rijden is niet voor oude geitenwolle sokken, maar kan ook sexy en sportief zijn. En ik ga nog even.